Goeiedag. Het is wisselvallig weer deze dagen en de komende dagen blijft dat ook nog wel zo. Maar toch zie ik wel wat lichtpuntjes in de loop van volgende week. Het lijkt erop dat we te maken gaan krijgen met een weersverandering. Ik kom daar straks op terug. Voorlopig in ieder geval vaak de paraplu bij de hand, want het is nat op de meeste dagen. Ook vandaag hebben we dat weer gezien. Toch is het ook wel zo dat gelukkig die zon ook af en toe doorbreekt en dat het er dan allemaal wat vriendelijker uitziet. We krijgen veel foto's van regen, maar we krijgen toch ook nog wel veel foto's binnen met daarop zonnige momenten. De komende 24 tot 36 uur houden we het in ieder geval nog heel wisselvallig. En dat heeft alles te maken met een lage drukgebied dat in onze omgeving ligt. Dit is de satellietfoto van deze ochtend om 11 uur. En dan kunnen we een paar dingen onderscheiden. We zien hier iets van een warmtefront liggen. We zien ook een koufront wat helemaal terugtrekt naar de oceaan. En ook nog een krul met bewolking die over Ierland ligt en dan zo terugkropt. En met name dit deel, daar wil ik het even over hebben. Dat gaat vanavond passeren, dat trekt over Nederland. En dat betekent dat we weer met regen te maken gaan krijgen. En dat niet alleen, daarna komt ook nog een deel van deze wolkenband overschuiven. En dat betekent dat we ook dan nog een keer met regen en bewolking te maken krijgen. En dan zijn we inmiddels in de nacht en in de vroege ochtend aangekomen. En daarachter komt dan een noordwestelijke stroming op gang. En die brengt dan koele lucht en nog wel een aantal buien. Kortom, de donderdag ziet er ook bijzonder wisselvallig uit. En ook met lage temperaturen. Ik ga u eventjes de kaart erbij laten zien. Dit is woensdagavond. Het lage drukgebied waar ik het over had vinden we hier terug boven de Noordzee. De krul met bewolking en neerslag daaromheen. En die gaat dus passeren, want het lage drukgebied dat trekt naar het noordoosten weg. Daarachter dan die noordwestelijke stroming met de aanvoer van koele lucht. En we zien nog steeds boven Nederland het blauw. Dat zijn toch wel buien die tot ontwikkeling kunnen komen. Ik denk dat het westen op donderdag nog wel af en toe wat zon gaat zien in de loop van de dag. Ik zet de animatie verder aan. En dan komen we op vrijdag uit. Ook dan is er kans op buien. Zaterdag, dan krijgen we weer te maken met de volgende storing. U ziet het al gebeuren hier boven Groot-Brittannië. Zaterdagochtend, een lage drukgebied. En dat lage drukgebied dat gaat over Nederland heen trekken. En dat betekent dat het in de loop van de zaterdag gewoon ronduit slecht weer wordt. Het wordt bewolkt en nat. En ook zondag hebben we daar nog wel mee te maken. Ik zet de animatie aan. We zien hier dat lage drukgebied trekken. Weer zo'n krul eromheen. Zondag dus ook een natte dag. En dan komen we begin volgende week weer met de buien uit. En dan gaat het toch langzaam maar zeker wat veranderen. Zo'n beetje na woensdag. Dat is natuurlijk erg ver weg. Maar ja, we moeten toch een beetje zoeken naar lichtpuntjes. Naar al die lage temperaturen. En vooral ook die nattigheid die we allemaal voorbij zien komen. De kaart staat inmiddels op woensdagavond. Ik zet een lage drukgebied hier neer boven de oceaan. Ja, de afgelopen dagen hebben we gezien dat die steeds makkelijk door konden koersen richting onze omgeving. En ook in het weekend gaat dat nog gebeuren. Maar in dit geval zien we ook het Azoren hoge drukgebied met een uitloper richting het zuiden van Groot-Brittannië en ook in onze omgeving. En verder ook nog een hoge drukgebied hier boven het oorlogsgebied, boven de Oekraïne. Dat hoge drukgebied dat gaat proberen een connectie te maken en die uitloper die ligt boven Nederland. En dat betekent dat we in de tweede helft van volgende week, als dit gaat uitkomen en meerdere modellen laten dat zien, dat we naar een stabieler weerbeeld gaan met meer zon en ook veel minder neerslag. Een droger weerbeeld ook vooral. En wat die temperatuur gaat doen, ja, dat is nog wel een beetje lastig. Want zo'n uitloper van een hoge drukgebied heeft feitelijk een as. Die kan ik wel even schetsen in dit plaatje. Dat is hier te zien. En die as is bepalend voor welke kant de wind gaat waaien. Want ten noorden van deze as hebben we te maken met een meer westelijke stroming nog steeds. En komt die as ten zuiden van de as hebben we te maken met een meer oost- of zelfs zuidoostelijk. En waar die as dan precies komt te liggen, ja, dat gaat een beetje de temperatuur bepalen. Wordt het echt weer warmer of blijven we een beetje kabbelen met deze temperaturen? Wat wel vrij duidelijk aan het worden is, is dat die uitloper van het hoge drukgebied ervoor zorgt dat neerslagvorming onderdrukt wordt en dat de zon meer ruimte gaat krijgen. Kortom, na volgende week woensdag, het is ver weg, maar na volgende week woensdag zie ik duidelijk een weersverbetering gaan optreden. We gaan weer even terug in de tijd en we komen uit bij morgen. Want morgen is die dag met de buien en nog steeds die lage temperaturen, 18 tot 21 graden. Onweer is ook nog steeds mogelijk en het waait fors, een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Dat is het beeld dat we hebben. We beginnen überhaupt met veel bewolking op die donderdag in de middag. Dan kan de zon er misschien wat vaker bij gaan komen.
De dagen erna, die zien er ook niet hoopgevend uit als je van zon en warmte houdt. Ik had het u al laten zien in de weerkaart. Want in het weekend passeert er weer een lage drukgebied. Dat gaat voor wind zorgen, dat gaat voor bewolking zorgen en dat gaat voor regen zorgen. Die zaterdag, dat wordt toch echt wel een natte boel hoor. En zondag ook een groot deel van de dag flink wat nattigheid. Op vrijdag, ja, dan kan er misschien nog wel hier en daar even de zon gezien worden. En heb je een beetje geluk, dan heb je eigenlijk ook nog wel een paar echte mooie uurtjes. Ik had het over die windrichting, dat die gaat veranderen. Deze grafiek die laat zien wat de voorkeurswindrichting zou kunnen zijn per dag. Elke kleur is een hoek waar we mee, een hoek van de windrichting. We zien hier in het eerste deel veel geel en ook oranje. En dat is een west-zuidwestelijke stroming en dat zorgt voor die wisselvalligheid. Maar vanaf woensdag, donderdag, en dat is hier zo'n beetje, zien we er andere kleuren in komen. Met name dat groen en dat paars en dat blauw. Want dat is een windrichting die meer uit de oosthoek gaat waaien. En dat betekent dus dat we wat warmere lucht zouden kunnen gaan krijgen. Ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen dat zeker in het begin we ook nog wel die westcirculatie zien. Maar dat heeft dan wel te maken met die rugas. Dat hoge drukgebied is dan wel in onze buurt gekomen. Maar waar komt die rugas precies te liggen? Ten noorden van Nederland, ten zuiden van Nederland of over Nederland? Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Het geeft in ieder geval aan dat die windrichting wat minder overtuigend gaat worden. In het begin dus die westelijke stroming. Maar misschien toch wel vanaf volgende week donderdag een wat meer oostcomponent erin. We zien dat wel terug in ieder geval in het bewolkingsbeeld. Want we hebben in het begin echt wel te maken met veel grijstinten. Met andere woorden een bewolkt weerbeeld. Zo af en toe wel een paar van die opklaringen. Maar het weekend met name, de zaterdag en de zondag, dan zien we toch wel heel veel grijs hier. Dat is een bewolkt weekend. Maar hier gaan we duidelijk meer geel zien. En dat betekent dat de zon vaker door kan breken en dat we meer zonnige perioden gaan krijgen. In de neerslag zien we dat beeld ook heel duidelijk terug. Veel nattigheid in die eerste periode, maar vanaf donderdag dan toch duidelijk wel een wat droger weerbeeld met dus ook meer ruimte voor de zon. Dat zijn al die lichtpuntjes die ik zie. En ja, dan gaan we tot slot ook nog even naar die temperatuur kijken, want die gaat waarschijnlijk wel weer omhoog aan het eind van de periode. En we zien zelfs weer de optie, en ik heb hier wel de regio Zuidoost staan, dat we misschien wel weer eens 25 graden gaan halen. Die kans die wordt toch wel weer wat groter in de loop van volgende week. Nog een fijne dag.